Nee. Nee? Oké. Hoi schat. Hoi hoi. En het is nou reeds 12:57. Ja, de klok is wat voor, maar dat doet er niet toe. Zo, lieve vrienden, een hele goede middag. Ja, en welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinijn de Wezenboel. En ja, Willy komt er al aan. Het is vandaag maandag, de 18e van de 3e 2024. Hoi. Hoi schat. Hoi hoi. En het is nou reeds 12:57. Ja, de klok is wat voor, maar dat doet er niet toe. Beter ervoor dan achter, zeg ik maar. En we zullen even twee kopjes afwassen. De rest moet nog, maar dat doet de vaatwasser wel van de week. Ja. Dus ja, dat dus. En we gaan gewoon even die twee kopjes afwassen en water in de koker doen. Dat moet wel even gebeuren. Ja, anders hebben we geen koffie. Nee. En we willen wel koffie. Tenminste, ik wel. Willen jullie ook koffie? Ja. Ja, dus dat moet dan wel even gebeuren, hè? Ja. Gastje, dik die doosje. Ja, we zijn net weer binnen. De meisjes zijn al uit geweest. Ik denk, ik doe eerst de meisjes voordat ik de vlog open met jullie. Dan hebben we dat maar weer gehad. Want het is nog een drukke dag vandaag. Ja. Theedoek. Zo. Hij zegt dat wel. Kunnen. Ja, dan gaat mijn horloge te piepen. Ook dat krijg ik er niet uit. Die alarm. Oh ja, batterij eruit. Zo, ja, en dan loop je over de gracht heen met je meisjes. Staat er een vrouw met oortjes die normaal altijd wel goeiemorgen, goeiemiddag, goeieavond of wat dan ook zegt. Staat ze er ook op te wassen. Dus ik wil haar waarschuwen, want ze woont daar. En wil ik haar waarschuwen van als de politie komt, denk daarom, het mag niet meer. Ja, dacht je dat geluisterd? Dus deed er oortje er weer in en ja, toedelidoki. Ik ga weer even lekker verder, zegt ze. Ik denk, ja, wat jij wilt, meid, dat mag van mij hoor, ik hou je niet tegen, maar de politie. Hè, want het mag tegenwoordig niet meer. Weer zo'n wetje. Ja, weer zo'n wetregeltje dat je denkt van ja, hallo, waar zijn ze mee bezig? Waar? Hè? Je mag tegenwoordig bij je eigen huis je eigen auto niet meer wassen. Nee, ik kom voor zijn kamer hier. Ja, daar komt het ook door, ja. Bij de wasstraat wordt het zelf opgevangen. Ja, maar we doen ze zelf in ons drinkwater, bleekwater. Nee. Ja. Ja, dus ze pleuren alles erin. Ik wou net zeggen, ze gooien er van alles in. Ja. Dus ze zijn gewoon. Er zit bleekwater in ons drinkwater. Dat weet ik. Weet pertinent zeker. Dat staat erbij. Haha, zo. Voilà. Hallo. Kan Delvie die zeggen? Mauw. Ja, die krijgt snoepjes en dan mag die even zo meteen de tuin in.
Ja. Hé, Gandolfi? Ja, man. Oh ja? Is het zo? Oh, nou, dat kan. Ja, je hebt altijd gelijk, hè? Ja, ja. Jij wil altijd gelijk hebben, zeg maar. Ja! Ja? Ja, je wil altijd gelijk hebben, hè, kerel? Ja. Ja, jij wil altijd gelijk hebben, hè? Ja. Ja. Ja, schat. Ja. Maar kom dan. Oh. Ja, jij zit eten. En vrouwtje gaat vanmiddag een zak eten halen uit de Nieuwenhelder. Ja. Is het goed? Zo'n hele grote zak. Weet je wel? Nou, tik erop. Tik erop. Tik erop. En dat is mijn andere kleine belhamer met een grote kleine bekkie. Zo'n klein bekkie en er komt zoveel geluid uit. Ja. Hé? En op de achterste poten. Ja. Vanwege Pablo. Ja. En Pablo die schijnt ook sterk te zijn. Ja. Dat moet ze nog een beetje aanleren. Hé? Maar oké, lieve vrienden, het is prachtig mooi weer. Geniet ervan. Dat doen wij hier ook. Tenminste, ik wel. En jij? Wat? Van het mooie weer genieten. Ik wel hoor. Ik ook. Blijven. Ja, heerlijk. Dus, maar oké, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Ja, lieve vrienden. Ja, jullie horen jullie met Gandolf praten. Maar ja, dat doet er allemaal niet toe. Ik ga straks de deur uit naar die andere bank. Ja. En ik doe jullie gewoon gezellig in de houden. Dan gaan we gewoon ontoer erheen. Ja, gewoon gezellig. Ja, moet allemaal kunnen, toch? Maar het is nog bij tijd. En ik denk dat ik een half uurtje nodig heb, Willy. Ja. Ja, zoiets. Ja, zoiets. Nou ja, een minuutje te laat, een minuutje te vroeg. Maakt allemaal niet uit. We gaan er gewoon voor. En ja, ik moet hier twee dingen meenemen. Maar dat heb ik sowieso bij me als ik mijn tas bij me heb. Dus ja, ik verder dan niks mee te nemen dan mijn tas. Ja, toch? Maar ik neem jullie zo gezellig mee. En ook die gaat mee, want hij was nieuwsgierig ernaar. Dus ik neem het gewoon mee. Ja, gewoon gezellig. Ik ga daar dus niet filmen. Dat kan niet, want dat is privé. Maar hij wou het even zien. Nou ja, dat mag. Ja. En dus, maar ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van het prachtige mooie weer. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw en ik geloof helemaal nergens geen wolkje te zien. Niet uit mijn huis vandaan, in ieder geval. En Willy, zie jij ergens een wolkje? Die staat ook... Nee, ze staat onder de vitrage door te... Door te gluren. Oh, ze doet hem net weer naar beneden. Nee, Gandalf. Nee, ik wil hebben dat je binnen blijft zolang ik weg ben. Zo simpel. Ja, moet ze boven of niet? Nee, achter de deur. Ja. Ja, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze en geniet gewoon een beetje mee. Thank you.
speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Gonna do it all again.
lieve vrienden, ja, daar zijn we weer. Ja, dat was ons ontoertje wel weer, hè. Ja, van de ene kant van Den Helder naar de andere kant van Den Helder. Moet kunnen. Ja, ik heb de boodschappen, tenminste boodschappen, het kleine spul en het grote spul in huis, wat ik hier niet kan krijgen. Zoals marjoleinkruiden, heb ik 2 potjes van. Heeft gewoon maar niet. Kruiden voor op de patat. Echte van die Vlaamse kruiden. Hebben ze hier niet. Ik heb dus nou ook daar gelijk mijn kaas gehaald. Hoef ik niet voor naar de Vomar nu. Nee. Anders moet ik speciaal enkel voor de kaas naar de Vomar. Nee. En ben bij de Lidl geweest om hondenvoer te halen. En dat krijg je nou. Ik draai jullie even op. Kijk. 2 zakken. Samen van 10 kilo, die ook 10 kilo, dus samen 20 kilo. En daar legt het spul in. Ik heb ook nog een pen gekregen. Moet die even pakken, pen, kom hier. Ja, daar legt die 2 potjes kruiden in. Er ligt een bidon in, om water in te doen. Een spel kaarten legt erin. Nou, en dan 3 potten kruiden en dan de kaars. Nou, en een mooie pen met een soft. Want ik moest mijn handtekening zetten. Ja, via een tablet. Maar er zit een speciale pen bij. Ik kan geen pen zo vasthouden en dan schrijven. Dat gaat bij mij niet. Want gaat het automatisch, gaat het zo. Komt omdat mijn vingers scheef staan. Mijn wijsvinger. Dus ja, dus ik schrijf zo. Heel onhandig voor velen, maar dan moet dit soft wezen, zacht. Doet me ook niet pijn. Nou, doet me niet pijn. Met die andere deed ik me ook pijn. En je glijdt alle kanten, ballen we de goeie. Dus ik moest een paar keer overnieuw voordat het eindelijk goed was. En dan moet je ook 5 keer mijn handtekening zetten. En later ook nog een keer op papier. Het ging er eerst om dat de bank mijn handtekening kon. Ja. Nou, die ken die nou. Nou, maar nou heb ik wel 2. Deze heb ik ooit speciaal gekocht bij Bruna voor mijn vingertjes. Nou heb ik er 3 en daar heb ik een ander mee af te blijven. Kijk, en hier zit ook zo'n puntje aan. Dat kan ik op mijn telefoon gebruiken. Ideaal. Ja. En ik heb nog een pen, die mag iedereen gewoon pakken, want dat is van de Koninklijke Marine. Nou, we hebben geen koning, dus wat moeten we met de Koninklijke Marine? De marine behoort er voor ons te zijn en niet voor hun. Nee. Maar oké, ik zal dat op gaan ruimen en ik ga de meisjes gelijk uitlaten. Hebben we dat ook maar weer gehad voor vandaag, tenminste voor vanmiddag. We hebben zo'n 2e ronde gehad. Vanochtend was het ook bij Thijs voordat Willy al kwam. Dus mag het nou ook wel weer. Hè? Ja, dat is voor jullie, ja. Oei, oei, oei. Ja, als vrouwtje vanavond het fut krijgt om dat op te ruimen. Want dat is loodzwaar. 10 kilo, hè. Ik heb 2 x 10 kilo even opgetild. Want dat moest er naar mijn rollator toe. Die stond buiten de schuur. Maar je moet het wel optillen. Dan moet je tussen een rolstoel die nog steeds opgehaald moet worden door Chrissy. En je booster manoeuvreren met de zware zak. Van 10 kilo. Nou, ik geef het je te doen als je zo'n lichaam hebt als ik. Ja? Maar oké, dat hebben jullie misschien niet. Of misschien nog wel. Of misschien nog erger. Dat weet ik niet. Maar ik vind het al erg genoeg met mijn rug. Hè? Jong gedaan? Joh. En dan moet ik nog lopen ook. Maar dat doen we. Met heel veel liefde en heel veel plezier, want het is prachtig mooi weer. En op de booster was het koud, ik had mijn handschoenen nodig, ja. Hé, joh kind, joh. Ja, en ik had die kruiden gekocht bij de Deka. En dan had je enkel die kruiden, maar in die grote boodschappentas. Dus daarom ben ik even gestopt, halverwege, op een parkeerhaven langs de weg. Om dat over te hevelen in mijn tas die in het mandje zat. En toen de tas opgevouwen en erbij ingedaan. Ik denk, heb ik dat niet bij mijn benen, dan denk ik op die zakken. Want dat zit ook een beetje raar met mijn benen eroverheen, ja.
Dus. Maar ik ben blij dat we weer thuis zijn en we gaan nou lekker even met de meisjes lopen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles en geniet gewoon een beetje mee. Tot later! Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes. Ja, ik zit een beetje verkeerd met het licht achter me. Zo beter. Kan jullie me beter zien. Door alle promotie, omdat ik vanmiddag weg moest, ben ik helemaal wat vergeten. En dat is dat onze grote jongen, Gandalf, vandaag jarig is. Ja, echt waar. Maar bij deze heb ik ook gelijk een visite. En die kunnen jullie nog niet. Dus die stelt zich eigen zo even voor. En daarna, ja, even Gandalf feliciteren, hè. Ja, moet helemaal gebeuren. En de meisjes die liggen zo lief. Kijk nou eens. Hé, die liggen zo lief. Heerlijk. Maar hier is een hele leuke meneer. En die stelt zich even voor. Wie ben jij? Hallo, ik ben Marcel Reijers. En ik ben bij mijn moeder op visite. En het is heel gezellig. Met de dieren en zo. Nou, ik ben gek van dieren, dus... Gandalfia. Gandalfia is... Ja, een jaar of 17, 18, hè? Ja, zoiets, hè? We weten het niet. Nee, we weten het niet. Hé, kereltje? Nee, 17 of 18. Eén van die twee. Hé? Hoe ben je? Ja. 17 of 18, hè? En dan moet meneer wat lekkers, hè? Moet je snoepjes? Moet je snoepjes? Kom maar, gaan we naar de keuken. Doe maar, snoepjes halen. Hup, ga dan naar beneden. Hup. Snoepjes. Snoepjes! Ja, we moeten even een lichtje toveren, hè? Ja. Snoepjes. Nou, moet je even wachten. Even wachten. Kom maar. Even jullie daar neerzetten. Ja, hè? Kijk, gewoon deze snoepjes weer, hè? Ja. Gaan we gewoon weer open doen. En dan krijgen jij lekker snoepjes. Vooral jullie zeggen, maar het is jij alleen, hè? Jij bent jarig. Ja, en niet een ander, hè? Nee. Niet een andere kind. Kom maar. Oei, 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 oei. Lang zo kan dat leven, lang zo kan dat leven. Hé, hoera, hoera. Want Gandalf is jarig vandaag. En helemaal vergeten, door alle promoties. Hé? Ja. Hij had zulke belangrijke dingen vanmiddag te doen. Maar binnenkort is er nog een jarig. Ja, echt waar. En dat is onze Elwing. Noem dat zakje weer. Hé, kind? Ja, en dan lig je weer even vanuit. Oh, moeder Maria. Ah. En zo ligt weer uit. En die is binnenkort ook jarig. Hoera. Hoera. Hé? Lang zal Elwing leven dan, hè? Is het dan? Helemaal geen volgende. En jij? Nee, jij pas in augustus, geloof ik. Maar dan moet ik even je paspoort erbij halen. Ja. Ja, echt waar. Hè? Ja, nee, jij komt niet naar buiten, meneertje. Dat kan je shaken. Ja, dat kan je shaken. Ja. Vergeet dat maar. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik... Ja, jullie weten dat ik zit aan een biertje. Ja. En we gaan weer naar een heel leuk programma verder kijken van... Kopen zonder kijken. Ja, helemaal leuk, helemaal geweldig. Leer je ook nog van. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. Maar geniet ook met ons mee. Of niet? Ja, zeker. Oké. En dus, nou, tot later. Ja, ja. Hé, hey, Gandalfie, kereltje. Hi, man. En Elwing. En Rijka, en de rust is wedergekeerd, want Marcel die is weer de hort op.
Ja, hij heet ook toevallig Marcel, kan er ook niks aan doen. Ja, er zijn meer hondjes die Vicky heten. Maar hij zegt ma tegen mij, omdat hij respect heeft voor mij. Nou, er zijn velen die daar wat van kunnen leren. Want qua leeftijd is het eigenlijk niet nodig. Maar hij wil dit zo, want anders moet hij mevrouw zeggen. Dat wil hij ook weer niet, of vindt hij ook niet fijn. Zijn eigen ouders leven niet meer. Hij zegt, ik houd gewoon bij ma. Nou ja, wat jij wilt, ja. Je bent niks verplicht, weet je. Je kan me gewoon ook bij mijn naam noemen, maar hij wil dat niet. Nee, je bent ouder dan wat ik ben. En ik heb van mijn ouders dat meegekregen. Respect voor iemand die ouder is dan wat ik ben. En dat heb ik voor je, zegt hij. Want ik volg je al, ik weet niet hoe lang. Want hij volgt mij en zijn vriendin ook. Hij slooft al, ik weet niet hoe lang. Maar in ieder geval, hoe moet ik het nou uitleggen? Ik weet het even niet. Ik heb er eventjes geen woorden voor. Maar ze volgen mij allebei. En vind ik fijn natuurlijk. Tuurlijk vind ik dat fijn. Uiteraard, waarom niet? Dat is toch helemaal leuk. Ja, toppie, geweldig. En hij zegt eigenlijk al lang van ma, terwijl ik hem nog nooit had gezien. Maar ja, ik trok hem aan, denk ik, als moeder zijnde, een moederfiguur. Zoals hij het vlog via de film, want hij kijkt dan via de televisie. En ik trok hem aan als een moeder voor hem. Ja, en ik ben niks van hem. Helemaal nop en niendo. Nee, maar ja, moet hij weten hoe hij me noemen wilt, als een beetje mijn naam heeft en hij doet het uit respect en normen en waarden. En dat vind ik toppie. Ja, wie doet dat tegenwoordig? Niemand, bijna niemand. Ja, mijn dochter die zegt tenminste ook nog u. Maar er zijn er zoveel die je, jij en jou zeggen en bij mijn naam. En dan denk ik, hallo, heb ik met jou op school gezeten? Dacht het niet, hè? En dat doet me toch wel weer, ga mijn haren in mijn nek al zwaar overeind staan. Als ik iemand zie, spreek, die mij bij mijn naam noemt. Ik vind dat niet fijn. Nee, echt niet. Ik noem geen namen, maar er is er eentje, ja. Die doet dat ook. Maar fijn vind ik dat niet. Echt niet. Maar oké, maakt er allemaal niet uit. Ik ga verder televisie kijken. En ik ben met de vlog bezig. Met de intro nog maar. Dus we gaan daar ook mee opschieten. En dat doe ik in de reclame. En voor de rest ga ik even lekker televisie kijken. En voor de rest bekijk het maar. Maar voor nu zeg ik gelijk ook welterusten. Want mijn batterij is bijna leeg. Dus welterusten alvast, lieve vrienden. Geniet van jullie nachtrust. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard ook morgen weer gezond aan je bed zien te komen. En ik zou zeggen, jullie weten het. God die houdt over ons gewoon de wacht. Dat weten we allemaal. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!